Goedemiddag allemaal, mijn naam is Ara Shahzad en namens FXLED heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we wederom samen met Jan-Robert Schutte kijken naar interessante trades omtrent de Wall Street opening, zometeen om 3:30. We nemen hierbij dus ook een kijkje op het MetaTrader handelsplatform van FXLED, met daarbovenop ook nog eens het Money to Work systeem. Zoals gebruikelijk gaan we vooraf kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Dan gaan we door naar FXLED. Het is vrij eenvoudig. De meesten die zijn er onder meer bekend mee. We zijn wat dat betreft meer dan 25 jaar actief als de toonaangevende broker. Met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua beleggingsrekening hebben we twee varianten. Eenmaal de Trader Workstation beleggingsrekening en eenmaal de MetaTrader beleggingsrekening. Kijken we naar de Trader Workstation beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform. Hiermee kunt u wereldwijd beleggen in vrijwel alle mogelijke effecten op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf €1,90. Maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen die zijn te beleggen vanaf 1 dollarcent per stuk. Het openen van zo'n Trader Workstation beleggingsrekening gaat heel gemakkelijk online via de fxled.nl website en dat is mogelijk vanaf een storting van €2000. Voor de rest heeft u geen beheerkosten of andere soorten maandelijkse fees voor het voeren van uw beleggingsrekening. Wilt u overigens de overstap maken van uw huidige broker naar FXLED, dan kunt u ook gebruik maken van de depotoverdracht. Heeft u verder nog een BW of een eenmanszaak? Wilt u daarmee zakelijk gaan beleggen? Dan kunt u onder meer bij ons terecht als een van de weinige brokers voor een zakelijke beleggingsrekening. Tot slot de demo beleggingsrekening. Hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend van alles oefenen, testen en uiteraard ook kennis maken met Trader Workstation. Dan gaan we door naar de MetaTrader beleggingsrekening en bijbehorend handelsplatform, waar we dus vandaag ook samen een kijkje naar nemen met daarbovenop het Money to Work systeem. Hiermee kunt u dus daghandelen, daytraden en vrijwel alle derivaten in CFD vorm. En dat kan dus met €0 transactiekosten, dus u heeft 0% commissies over de trades. Voor de rest is de beleggingsrekening ook gratis. U heeft dus geen maandelijkse kosten of andere soorten van beheerkosten. Het openen van zo'n MetaTrader beleggingsrekening gaat heel gemakkelijk ook via de www.fxled.nl website. En dat is mogelijk vanaf een storting van €200. Wat verder vrij uitzonderlijk is en waar we ook erg trots op zijn bij FXLED, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst €1 miljoen voor de MetaTrader beleggingsrekeningen. Wilt u tot slot kennis maken met MetaTrader, kennis maken met het daytraden, het daghandelen, dan kunt u wat dat betreft ook gebruik maken van de demo beleggingsrekening. En hiermee kunt u dus 30 dagen lang gratis en vrijblijvend van alles oefenen, testen en uitproberen met oefengeld. En ook nog eens met real-time koersen. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter in de vragen. Dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Jan-Robert. Goedemiddag Jan-Robert, welkom. Ja, goedemiddag. Aras, ik heb jou nog een tijdje geleden gezien natuurlijk in Houten in Nederland. En toen was het 20 graden kouder volgens mij waar ik nu zit. En ja, dat was minder. En, maar goed, van harte welkom iedereen. En ik zie dat de deelnemers weer binnenkomen stromen. Dat is hartstikke mooi. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben en ook goed zichtbaar. Ja, zichtbaar is heel belangrijk natuurlijk. Het is wel belangrijk om mijn scherm te zien. Dat is namelijk het volgende. Dat is namelijk de FXLED live server. Dat is deze volgens mij. Voor mij is mijn grafiek nu zichtbaar. Hè? Precies. We zien inderdaad nu de MetaTrader 4. Hartstikke mooi. En ik wil in ieder geval nog opmerkzaam maken dat misschien is het wel leuk om even aan te geven. CryptoTrade van ambitieus beginners. Een bestseller van 9000 boeken hebben wij inmiddels verkocht. Het ligt in de planning dat begin juni het boek Crypto Trading, of sorry, Day Trading voor ambitieuze beginners ook
in de schappen komen te liggen van bol.com. Dus daarvan krijg je ook natuurlijk bericht later. Niet vandaag, maar een andere keer. Maar dat zit, ligt gewoon in de planning. Dus ik ben hartstikke benieuwd of dat gaat lopen. En daytrade is natuurlijk geen sinecure. En ik wil jullie even meenemen naar het volgende. Voordat ik van start ga, wie van jullie heeft al een rekening, een live rekening bij FXFlat? De meeste die hier zitten hebben natuurlijk ook al een demo rekening waarschijnlijk. En als je een live rekening hebt met een bepaald bedrag, en dat kan zelfs onder 1000 euro, dan krijg je demo rekeningen real life and lifetime volgens mij, Arash, hè? Ja, precies. Uiteraard bij de live rekening krijg je dus een onbeperkte demo beleggingsrekening met de vele voordelen. Ja, en minimumbedrag was voor mij 200 euro om mee te beginnen. En je kunt natuurlijk ook hoger zitten natuurlijk. Dus, want normaal gesproken een demo rekening, dat verloopt na een verloop van tijd ook. Dat verloopt dan ook na 30 dagen, meen ik. Precies. Ja, want laat wel wezen, kijk, een demo-account, ja, daar verdient FXFlat natuurlijk ook niks aan. En het kost allemaal geld, hè, die serverruimte en de data. Dus, en dat is nu, maar het is wel goed om dan twee rekeningen te hebben, omdat je dan altijd nog terug kunt switchen van live naar demo en demo naar live. Dus even kijken, zijn er ook veel deelnemers die ook een live-account hebben al? Ja, ik zie wat dat betreft al in de vragen en ook heel wat handen de lucht in gaan. Dus we hebben dat wat dat betreft ook heel wat deelnemers met een live rekening erbij. Nou, hartstikke mooi. En wat ik ook nog wil zeggen, Adels, ik wil ook jou en je team ook bedanken voor het mede mogelijk maken van 21 april live trading sessie. En er was ook weer een roep tot een nieuwe sessie. En mensen waren echt heel enthousiast. We hebben positieve kritieken gehad, positieve reacties. En dat ging van ochtends vroeg tot s'avonds laat. Niet s'avonds laat, tot 1:00 of 5:00 gingen wij met een groep van leden. Hebben wij nog een sessie gedaan, 1 uur langer. En dat was super leuk. En ik heb een fantastische dag gevonden. Ook de deelnemers. 8,9 hadden wij als waardering. Dat is best wel goed volgens mij. En ik weet niet of er ook mensen in de zaal zitten die ook onze sessie hebben gevolgd. Daar ben ik wel benieuwd naar. Zo niet, dan moet je zeker een volgende keer weer langskomen natuurlijk. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ik wil vandaag even focussen op de Nasdaq. Dan ga ik niet allemaal uitleggen wat dat allemaal betekent. Er zijn ook deelnemers van 21 april aanwezig geweest. Kun je dat zo zien, Aris, of niet? Ja, ja, zeker. Ik zie wat dat betreft een aantal bekende namen ertussen. Nou, hartstikke mooi. Top. Nou, wat gaan we doen? Ik ga even een stapje terug. Ik wil jullie kennis laten maken met de grafiek, gewoon de chart van de Nasdaq. In vergelijking met een grafiek met Money to Work. Sorry dat mijn keel een beetje schaap, want ik kom net terug naar Nederland. En ben ik gewoon verkouden geworden. Ben niet meer gewend, dus hier 24, 25 graden. Maar ik wil je even meenemen naar het volgende, dat is namelijk deze. Dat is bij de mini CFD's kun je ook je stack vinden, dat is de Nasdaq. Wil ik deze op 1 minuut grafiek zetten. En dan wil ik even het volgende doen. Ik haal de indicatoren weg. Dan ga ik die weghalen. Want dat is ook speciaal voor degene om te laten zien wat het verschil is met of zonder traden. Nou, met MTW-systeem. Volgens mij is het zo. Als je zonder het systeem handelt, dan is het alsof jij dwars door de bergen gaat, geblinddoekt en achteruit rijdt vanaf de berg af. Dus dat is een dingetje, denk ik. Zo vergelijk ik dat ook een beetje. En want er zijn ook heel veel traders die zeggen, ja, ik doe price action, hè? Ik heb geen indicator nodig. Nou, ik zal laten zien wat we dan kunnen doen. Trouwens, wel om 4:00 hebben wij cijfers in Amerika. Dus job openings en wat retail sales volgens mij. Nee, factory orders, month to month. Sommigen zeggen, ja, ik gebruik alleen maar de grafiek. Dus wie van jullie gebruikt alleen grafiek? Of wie heeft MTW ook? Maar we zijn nog een beetje voor
sorteer aan het voorsorteren op de opening van Amerika. De eerste 5 tot 10 minuten wil ik in principe niet handelen. Dus dan vul ik deze, deze tijd even met het handelen zonder MTW. Wil wat inzicht geven. Lijnen trekken is mijn lust en mijn leven ook. En wat ik dan doe is altijd de markt in kaart brengen van de meest relevante punten. Nou, we gaan van rechts naar links kijken. En dus niet van links naar rechts, maar van rechts naar links. Omdat rechts natuurlijk de actuele koers is. En wat ik dan eigenlijk wil doen, wil ik een markt in kaart brengen, een bovenkant range activeren, aangeven en de onderkant. Naar de bovenkant zou ik zeggen, pak deze ietsjes omhoog schuiven, want dit is het meest relevante, deze namelijk. En als ik dan ga kijken naar de bodem, dan zou ik zeggen, pak deze bodem. Nou, waarom doen we dat? Om de markt in kaart te brengen. Ik wil weten waar de markt zich in beweegt momenteel. En om 3:30 zullen we ook zien dat we dan een nieuwe tijd krijgen. Wall Street opening om 3:30. En je ziet ook heel goed onderin een servertijd. Die loopt 1 uur voor. Dat is bij mij ook het geval. Of Cyprus namelijk. En ik weet niet waar de server van Aras staat. Misschien niet bij je thuis. Anders zou het een Nederlandse of Europese tijd zijn natuurlijk. West-Europa. Maar waarom doen we dit? Nou, allereerst wil ik laten zien dat we nu in een range zitten van pak en beet. Het ding staat ervoor. Ik kan niet zo heel goed zien. Ik pak even deze crosshair erbij. Slinger deze erin. 15 punten. Nou, niet echt extreem groot. Kan ik deze range een beetje oprekken? Ja, want dan gaan we de meest relevante koersen aan de linkerkant kijken. En dan pak ik de bovenkant van die range. Schuif je net zo lang die horizontale lijn tot aan de bovenkant, tot hier bijvoorbeeld. En de onderkant rekken we ook een beetje op naar deze. Nou, dan heb je de twee training ranges. Een training range binnen de training range. Dan heb je eigenlijk als volgt mini training range en een maxi training range. En dit is goed om te weten, want als je dus een doorbraak hebt van deze markt, van deze waarde, dan kun je nu al van tevoren bepalen bij je instelling hoeveel rek in zo'n markt ook zit. Nou, 30 punten ongeveer mocht je uitbreken uit deze ranges. Zijn er vragen op het gebied van deze exercitie? Er zijn nog geen vragen, Jan Robert. Mooi, mooi. Jij mag ook natuurlijk inbreken. Als je spitsvondige vragen hebt, Aras. Jazeker, laat ik je weten. Dan geef ik aan jullie het woord. Niet letterlijk, via de chat. Moeten we kopen of verkopen? Ik heb deze exercitie ook gedaan bij het lunchwebinar vandaag trouwens. Eerst zonder grafiek, zonder MTW en later met. Want Money to Work staat voor. Money to Work TSS System staat voor het Trading Support System. Dus dat is een support system voor traders om aan te geven of je nou kopen, verkopen, long of short moet gaan. Met dit systeem, als je ons systeem niet hebt, dan moet je namelijk als volgt orders plaatsen via nieuwe orders. Deze wijze. Nou, dan moet je kopen, verkopen, allemaal take profit, stop loss moet je invullen. Nou, we gaan nu open, zoals je ziet. Ik ga even geen trade inleggen, want het gaat te hard op dit moment. Om 4:00 ga ik ook kijken voor de cijfers. Maar je ziet dus wilde swings heen en weer. Ik krijg het heen en weer. Dan 5 punten heen en weer. Dan zien we dus dat hier dan ook een soort bodem- en een topbepaling plaatsvindt. Dan ben ik benieuwd of die waardes ook worden aangetikt. Ik zie dat deze niet helemaal waterpas staat. Deze moet ik even zo doen. Zo. Het is een beetje goed in perspectief geplaatst. Wat we namelijk hebben, als wij dus handelen, dan hebben we met het trader dashboard, hebben wij een 300, zeg maar 30 punten take profit stop loss. En 30 punten take profit en stop loss. Stop room zet ik op 3 punten neer. Er zit een correctiefactor bij van 10. Dus daarom dat je daar hebt en ik heb een order size
lasthuis van 0,1. Dat betekent 0,1 is de lot size. 10 cent per punt beweging. Maar dat gaat ook best wel hard hoor. En als je hier van hier naar daar gaat, dat is ook al 20 punten volgens mij. 15, 16. Dus dan kun je ook zo groot of klein handelen als je zelf wilt. Ik zou altijd oppassen bij de opening. Want ja, het is gewoon heel listig als je hier dan gelijk gaat handelen. En het is een beetje swimming with the piranhas, Aras. Want ja, je wordt ook gebeten, zeg maar, door de piranhas die dan ook op de markt vergeren. Eerste 5 tot 10 minuten wil ik even uit laten razen. Dan hebben we de piketpaaltjes geplaatst. Nou, ik zou dus niet weten of je nu moet kopen of verkopen. Ik weet niet of iemand een glazen bol heeft. Is onze glazen bolhouder, Theo, is hij ook aanwezig? Want die heeft meestal een glazen bol. Want die heeft meestal een glazen bol bij zich. Die zegt ook altijd of we omhoog en naar beneden gaan. Ik zie... Ja. Ik zie wat dat betreft Theo niet ertussen staan. Maar ik heb wel hier een opmerking van David. En hij zegt, ik zou niet midden in de range kopen of verkopen. Oké. Okay. Dus jij bent een uitbraak trader. Oké. Okay. Ben met je eens. Dan is eigenlijk dat je niet in de trading range kan handelen. Maar op dit niveau, ik weet dus niet of je moet kopen of verkopen. Nou, links in de hoek zie je heel sneaky een buy arrow. Zie ik hier verschijnen. Dat is een kooporder. En even kijken hoor, buy arrow is dat. Nou, dat betekent dat we nu een kooporder hebben, een koopsignaal hebben gehad. Waarop weet ik niet. Dus wat ik even wil aangeven is dat dit is een beetje tasten in het duister. Hier valt geen touw aan vast te knopen. Wil ik het volgende doen? Ik wil de indicator die we aan toevoegen, die Aloïs heeft ontwikkeld, toevoegen. Dat is bij aanpassen pak ik T6 system. De invoer. Zet ik even op het volgende. Nee, ik doe deze op honderdtallen. Dus 100. En dan wil ik display arrow gelijk tegen de grafiek aan. En ik wil ook even kijken. De PMA-waarde, die heb ik hier op 20, die moet 13 staan. PMA-lengte. Dat is namelijk de indicator van Aloïs. En heeft dit in de kaart gehoord. Is dat duidelijk of dat de vloeiende lijn is aangegeven? Met koop- of verkoopsignalen. Denk het wel, hè? Dan kun je ook eventueel, als je, nou, ik wil deze ietsjes dikker maken. Dat kan ook. Gaan we deze dubbelklikken. Deze, dan kun je bij de kleuren. Kun je ook deze iets dikker maken. Dan ga ik deze even doen. En de aqua ook, volgens mij. Ik hoop dat dat de kleur is van die de PMA. Zie je, nu is het iets duidelijker, hè? Aloïs heeft aangegeven. Ja, ik wil weten als trader, moet ik kopen of verkopen in de markt? Moet ik long zitten of moet ik short zitten? Dus speel ik in op stijgende markten of speel ik in op dalende markten? Heeft hij een indicator ontwikkeld, een aangepaste moving average? Geen gewone moving average. Proprietary moving average, dat is die vloeiende lijn. Als je weet of je moet kopen of verkopen, heb je al de helft van de vraag beantwoord. Toen heeft hij gezegd, ik wil weten of ik, wanneer dat ik moet kopen. Daar zijn de pijltjes voor. Nou, nu zie je dus ook dat er een pijl is verschenen, deze. Wat we dan doen, is een paar punten erboven ga je dan kopen. Nou, ik zal deze meegeven, ik ga deze meekopen, zeg maar. En nu hebben we dus een order ingeplaatst. In principe is het een beetje een tricky. We zijn nog niet door die 10 minuten heen. Maar goed, zo even om te laten zien hoe dat werkt. Hier is van tevoren een take profit stop loss ingelegd. Die kun je dus hierin aanpassen. En als ik aan de bovenkant ga kijken, dan heb ik hier met 0,1, dus zeg maar 30 punten, $3 winst of verlies. Nou, dat kun je ook aanpassen. Kun je ook hier neerzetten. Kun je ook stop los, kun je iets aanpassen. En nou, we zien dus dat een fast move market. Nou, dit is ook een voorbeeld waarbij je dus moet oppassen. Eerste 10 minuten. Nou, dat wordt weer gelogen gestraft zoals je ziet. Eerste 10 minuten is gewoon vragen om problemen. Nou, vergeet dat ik zo uitgenokt word. Maar je kunt ook zeggen, weet je wat, ik hou me beperkt.
En dan kun je zeggen, weet je wat, ik ga nu stoppen. 20 puntjes, zeg maar. En dan ben je eruit. Zo zie je maar. Dus eerste 10 minuten markt uit laten razen. Maar het komt eigenlijk op neer dat ik dan over 4 minuten ga verder kijken. Wat ik nu even ga doen is als volgt. Ik ga nu kijken. Aan de linkerkant heb je dus ook het volgende. Dat is namelijk, wil je weten of je moet kopen of verkopen? Nou, hier heb je dus een blauwe lijn. Dan zegt hij al van, ja, dan moet je een longzijde zitten, kopen. En hier heb je dus een koopsignaal. En dan ga je dus omhoog. Aan deze zijde zie je 16 punten. En aan de andere kant zie je ook dat je dus een klikpunt hebt van blauw naar oranje. En dan ga je naar beneden. En die draaipunten, die scharnierpunten, wil je eigenlijk meepakken. Nou, je ziet dus dat nu een nieuwe referentiekader is geschetst. Ik had deze range aangetikt. Ik wil bij de Wall Street opening hier, wil ik aangeven, ik wil hier deze iets naar beneden zetten. Zo. Dan heb ik piketpaaltjes iets naar beneden gezet. Dan is dit de range voor deze sessie. Vanaf de W is dit. Dan kunnen we deze weghalen. Zo. Deze aan de onderkant. En aan de bovenkant, vanaf de W, zie je dat? Deze zo doen. Hatsenvlat, gaan we naar de rechterkant. Zo. Nou, hoeveel rangepunten hebben we nu gehad? 30 punten. Nou, dat is een aardige range natuurlijk. En nu is de markt in afwachting van wat er gaat gebeuren. Dan hebben we nog een volgende indicator onderin. Die heeft Alois ook aan toegevoegd. Daar heb ik niet naar gekeken trouwens. Dus pakken we de volgende indicator. Dat is namelijk deze. En dat is een soort indicator wat zegt eigenlijk, als je onderin rood hebt, rood gebied of onder nul, dan moet je naar verkooppijlen kijken. Dus dan gaan we met onze verkoopbril gaan we kijken. Hebben wij een groen gebied met een koopsignaal, dan moet je namelijk meedoen. Nou, wat ik het punt is, hier hadden we 33 high. En dit was de high op, even kijken, 33. 37, nou ja, 30 punten was dan ingetrokken, net op de haar erin. Hier een beetje eruit. Het gaat erom dat je nu dus een omslagpuntje ziet. We krijgen nu pijlen. Nou, die beginnen nu een beetje te schuiven, zeg maar. We hebben een timelift als het goed zichtbaar is. Dat is dit ding hier. Die loopt nu af naar 3 seconden. Nou, dan wil ik op zich wel de volgende zelfstop inzetten. Onder de low, zeg maar. Nou, gaan we kijken of die dan aangetikt wordt. Nou, ik ga deze erin zetten. Nou, tik hem aan. Gaan we kijken of dit doorzet. We hebben nu een verkoopsignaal. We hebben 2 orders geplaatst. Eentje haal ik uit. En de andere laat ik doorlopen. En die andere is dan hier. Die zie je ook verschijnen. We hebben nu een groen cijfer betekent een plus. En een rood cijfer betekent een verlies. Nou, wat je kan doen, we kunnen ze heel kort op de bal zitten. Zal ik deze ook even weghalen, rond het nulpunt. Mochten we in één keer omhoog sweepen, dan worden we op break-even uitgenokt. Dan gaan we door naar beneden, dan zitten we front row. Nou, de markt gaat een beetje te langzaam, mijn gevoel. Herken je dat ook? Als je in de markt zit, dan gaat het langzaam of niet? Kijk, nu gaan we eruit. Tik. Geeft niet, we hebben in ieder geval geprobeerd. Wat we nu kunnen doen, als we dus doorgaan met de nieuwe low, dan kunnen we gewoon meegaan wat dat betreft. Nou, nog een keer mee. Zitten we in de markt. En dan test je nu de daily open. Dat is wel interessant. Waarom dat die daily open daar staat, weet ik niet. Maar zo kunnen ze heel dynamisch handelen. En we zien dus ook dus dat nu rode candles verschijnen. Wat je ook kunt doen, pakken we een andere timeframe erbij. Dan pakken we even de 15 erbij. Dat is deze. En dan kunnen we zien hoeveel rek er nog naar beneden is. Nou, gaan we even kijken naar de onderzijde. En dan zien we dat deze, als we deze iets naar beneden schuiven, dan zien we hier een niveautje. En we zien aan de onderkant daar een niveautje. We zien dus dat hier ook die order in zit. Ik ga deze weer op rond het nulpunt zetten. Het zit, kan niet, volgens mij zit er nou ook een. Zit er rond het nulpunt te handelen. En dat is natuurlijk nooit fijn als je dan net op een nulpunt zit.
Nou, ga je geen verlies nemen, dan knalt hem hoog. Ga je wel verlies nemen, of niet verlies, wel verlies nemen, dan knalt hem iets naar beneden. Maar we hebben in ieder geval nog ons gemiddelde intact, zeg maar. Nou, krijgen we nu ook een break. Maar het ziet er wel een beetje uit. Hij flipt hem terug. Ik zet deze. Hij moet hem eigenlijk naar beneden trekken. Kijk, 9 punten, 10 punten. We hebben gewoon geluk nodig dat hij gewoon een kletter naar beneden maakt. We hebben ook Yesterday Low, hebben we ook nog. Ik weet niet of jullie die cijfertjes goed kunnen zien, maar zal ik deze pakken. Zo. En dan zitten we hier een beetje ja, in neergaande markten wat te kijken of hij dan ook die dingen aantikt. Oké, we staan eruit met een winstje volgens mij. Pak deze even terug. Nou, dan zie je dus dat we 4, 6 punten ongeveer terug hebben gepakt. En dus dat is bij deze afgetikt, zeg maar. Nou, oké, nou. Zijn er vragen over de methodiek van het handelen? Zijn er vragen over de knopjes? Is het duidelijk dat je ook met een visie, zeg maar, handelt? Hè? Met een richtlijn. Dat je dus inspeelt op de dalende en stijgende markten met momentum. Kijk hoor, zijn er vragen, Aras? Wat dat betreft nog niet. Het lijkt allemaal duidelijk te zijn. Mooi. Je hebt ook gezien dat ik dubbele orders heb ingelegd. Dat doe ik bewust omdat we dan twee kansen hebben om gefaseerd, dus gestaffeld uit te stappen. En dat is zeker de moeite waard om dat te doen. Omdat je anders all in all out gaat. Er zijn twee meningen over verdeeld. Alois bijvoorbeeld, die heeft gezegd, ja, ik doe liever kleine ritjes, wil ik meepakken. En dus dat is een mogelijkheid, maar ik doe dat bewust niet. Ik doe altijd een order. Ik weet niet wat voor lot size iemand anders handelt. Als je bijvoorbeeld... als je namelijk het volgende, dat is namelijk met één order erin, dan heb je maar één kans. En dat is ja, all in, all out. En ik hou wel van meerdere opties hebben. Nou, we zien dus dat we nu een beetje aan het consolideren zijn. Het is nu 4:15 bij jullie, 4:15 bij mij. Nou, we zien dus ook een blauwe lijn. Dat betekent als jij een positie hebt vanuit de short, dat je dan ook met een kleurverandering blauw uit de markt moet gaan. Dat betekent dat het sentiment aan omslaan is. Andersom ook, als je long zit in een stijgende markt, zodat die blauw is, dan kun je zeggen, weet je wat, ik wil hier long zetten, 7, 8 punten. Als je dus van kleur verandert, dan moet je ook sluiten. Dus dat is in ieder geval een eerste takeaway. Even kijken of dat mijn grafiek goed zichtbaar is trouwens. Goed en duidelijk. Denk ik wel, hè? Ja. Jazeker, dat is allemaal duidelijk te lezen hoor. Nou, ik zie dat lijntjes hier tussen zitten. Dat is tientallen punten is dat. Die wil ik even aanpassen. Dat is namelijk als volgt bij die invoer. Gridlines maal 100 is dat volgens mij. Dus dat is dan 10.000 moeten we hier invullen. En dan hebben we 100 tallen als gridlines en die zie je dan hier ook verschijnen. Heel flauwtjes. Zie je? Dat is deze. 13.100, 13.200, 13.300. Zie je? Oké. Wat gaan we nog doen? Ja, we moeten even een lijntje trekken weer. We moeten even die waarden aanpassen. Dus we hebben dus een trading range gehad en een doorbraak. Dus in principe zou de target hier zijn. Dan zouden we aan de onderkant zijn. Wat we ook kunnen doen, een tweede low hebben we hier. Die kun je aantikken. Dan zetten we die erin. En we hebben een hele kleine mini training range op dit moment. Dus ga je daar weer doorheen. En dan kun je daar dus op deze terugflippen. Dan kan je daar naartoe. Ongeveer naar die pp. Nou, wat we gaan doen, we gaan even achterover leunen. Onderin zien we dus rood. Dus we kijken alleen maar naar de verkoopsignalen. Koopsignalen die komen misschien wel, maar dan hoeven die niet te pakken. Omdat de
onderste lijn, onderste MT-kaart, die moet door 0 gaan en omhoog. Dat is belangrijk. Ja, sommigen zullen zeggen, ja, groeiend gas is sneller en dus is spannender. Maar wie vindt het op zich wel een interessant systeem? Dat je inderdaad van tevoren take profit en stop losses kunt inzetten. Kun je hier definiëren. Lot size kun je bepalen. En dat je ook heel flexibel bent met het inleggen van orders. Ja, als ik deze dan iets omhoog zet. Zo. En dan kun je ook de orders wegslepen. Take profits kun je aangeven. Stop loss. Kun je ook meeschuiven. Het is heel interactief. Dat is veel handiger dan die knopjes die hier staan. Dan moet je iedere keer bij iedere beweging moet je namelijk de waardes invullen. Nou, de stopknop, dan haal je de order gewoon weer uit. Dan heb je niks meer lopen. Dat is interessant, hè? We hebben nu dus een kijken. Een range van 39 punten, zo is dat. Even kijken hoor. Ja, meer 50 punten. Ik denk een beetje stilte voor de storm, Aras, want er komen straks cijfertjes, hè? Ja, het wordt wel inderdaad spannend. Ik heb niet precies gecheckt welke cijfers het zijn. Heb jij daar al een overzicht van? Ja, er staat een Forex Factory, heb ik opgeschreven. Dat is job openings, dus factures volgens mij, en factory orders. Oké. Okay. En de factory orders waren niet zo heel belangrijk, maar wel de opening van een aantal banen, zeg maar, een aantal vacatures. Precies, oké. Okay. Nou, dat belooft in ieder geval veel volatiliteit straks. Ik denk het wel, ja, klopt. Nou, we hebben in ieder geval weer een aantal toenemende bezoekers ook. Dat doet me deugd, Aras. Dus in ieder geval bedankt ook iedereen voor het kijken natuurlijk, alvast. Nou ja, en als je nog wat wilt weten, we hebben ook een e-book geschreven. Dat gaat over trading, psychologie van trading. Dat zal ik even inzetten voor jullie. Dan is dat verkrijgbaar via de chat, die Aras dan straks even inzet. Deze. En dan kun je ook met mij, even kijken hoor, Money to Work, contact opnemen via de pagina. Er staat ook een Calendly link in, die heb ik dus ook op de website geplaatst. Dan mag je die ook inplannen met een 15 minuten meeting. Een soort speed dating is dat. Kunnen we met mij een call inplannen, met mijn team ook. Ja, absoluut. Nou, je ziet dus dat nu de markt een beetje aan het oprichten is. Hè? Ja, dus hier is een beetje een consolideren. Rode bars, die gaan minder rood worden. Nu zien we dus dat het rond blauw gaat. Omslagpuntje. Dan wordt het spannend. Of dan ook follow-through krijgen van die markt. Het zit vlakbij de PP, pivot point. Gaan we kijken wat we kunnen doen. Of we nog een ritje mee kunnen pakken. En dat is ook dat die pijl flikkert, hè? Want dat is namelijk ook het volgende, dat je hiermee duidelijke signalen krijgt. Deze. Realtime berekend, nou we hoeven nog niet in actie te komen. 15 seconden, 40 seconden, we zien ook linksonder een buy arrow rond dit niveau. Oké, okay. Heel mooi. Is hij weg? Volgende poging. Als ik dus ook een kooporder had gehad, dan had je dus boven die candle een kooporder moeten inleggen.
En dat kun je doen door die bias in te zetten. Deze en dan iets verschuiven naar boven toe. Nou, we hebben nu nog geen signaal, hè, want we zitten een beetje rond het nulpunt. Kan natuurlijk heel snel omslaan hoor, daar niet van. Nou, kijk, nu krijgen we de signaaltjes. Je kunt ook zeggen, weet je wat, ik wil niet zo snel signalen krijgen. Ik wil iets eerder signalen krijgen. Dan heb je namelijk het volgende. Oh, nu zijn we door de markt heen, zie ik. Oh, we zitten in de markt. Maar dat moet ik straks even uitleggen. Ingetriggerd. Pijlen. Nou, volg de pijlen. Even kijken wat er dan gaat gebeuren. Maar kan ik ook bij invoer. Nee, hier kan ik ook zeggen, ik wil niet. Ik wil de timeframe aanzetten. Ik krijg van me iets meer pijltjes. Dat kan ik hier inzetten. Zet ik deze op vals neer. Vals. En dan krijg je dus al iets eerder een signaal. En hier ook een omslag, zeg maar. Dan blijven die pijlen ook gewoon staan. Nou, we hebben nog 8 minuutjes tot aan de cijfers. Kijken of er een push omhoog komt. Je zou kunnen verwachten dat hij even die high gaat aantikken van de sessie. Kijken of hij dat redt. Nou, ik sta een take profit neer als het lukt. En als het niet lukt, dan heb ik pech. Dan gaan we gewoon rustig afwachten. En dat zijn candles van 1 minuut. Candle by candle. Kunnen analyseren. Nou, we hebben dan de PMA, hè? Die staat van geruime tijd blauw. Nou, zag ik dat het keerpunt was. Nou, even kijken of die nu ook die high wordt weten doorbreken. Een beetje veeg tekens. Hier hebben we dus die piek. Dat piekje hier, die moet je wel doorbreken. En anders is het een veeg teken aan de wand namelijk. Nou, verkopers die komen daar al in de markt. Kijk, de spread van de Nasdaq. Kijken of dat 2 is of 1,5. Kijk, 2 denk ik. Aris, hoeveel is de spread? 2, hè, denk ik. 2. 2 inderdaad. 2, oké. Okay. Ja, 2. Dus in dit cijfertje zit ook nog 2 trouwens. Nou, je ziet dus dat nu een afkalf is. Dus eigenlijk kun je ook zeggen, oké, ik heb daar nu gelukkig maar 1 transactie gedaan. En ik kan ook eentje aan toevoegen. Met een iets boven de high. Zou niet al te zenuwachtig worden. En ja, als het naar beneden gaat, dan gaat men naar beneden. Maar je ziet dus dat nu de markt een beetje aan het aftasten is. 7, nou, dat gaat niet worden, denk ik. 4-5 minuutjes nog te gaan. Bovenkant van die range. Kun je zeggen, weet je wat, ik haal hem gewoon uit. Ja. Safety first. Dan kijk ik straks alweer. Het zit al 2-3 bars onder die highs. Ja. 20. Met dit signaal, ik was ook iets te vroeg. Want hier heb ik een high van, even kijken hoor. Een high van 19,5. Afgeronden naar 30 plus 3 is 33. Zou ik eigenlijk op die 33 moeten zijn uitgevoerd. Nou, dat is dus niet. Ik was op 30 al erin, dus dat is niet goed. Dus deze halen we gewoon weg. Zo. Nou, zie je ook dat de markt een beetje aan het, ja, een beetje aan het aftasten is voor de cijfers. Ben ik benieuwd of we ook een doorbraak zullen zien straks. Cell arrow. Kleurverandering. Als je nog long had, zei dat je gewoon eruit moet moeten. Nou, dan zien we dus ook dat die indicator onderin, die gaat ook als een razende roeland gaan naar beneden richting nul.
Het zou best kunnen dat je dan een tegengesteld signaal krijgt, dat hij dan des te harder gaat hoor. Kijk, nu hebben we dus een verkoopsignaal op de 12, 9. Dus een beetje voorsorteren op die lijn straks, dat hij naar beneden zakt. Dat je dan wordt ingetriggerd. Nou, ik ben benieuwd of hij die low weet aan te tikken. Hij is nog steeds bezig met de candle vorming. Nou, 3 minuutjes. Nou, ik haal in ieder geval de order uit. Want ik ga toch. Ik heb niks gedaan. Dus order cancelen met deze. Dan kijken of we nog een beetje vuurwerk krijgen straks. Ik ben benieuwd. We hebben, als ik het goed heb, nog 3 minuten te gaan, Jan Robert. Dan moet ik er nog 3 minuten een trade in leggen. Dan wat ik eigenlijk niet zou aanraden, want heel vaak zie je ook dat er wilde spikes zijn rond de cijfers. Maar je zag ook een beetje de aard van de beweging. De eerste 2, 3 minuten dat heel hard heen en weer ging. Nu komt een beetje rust in de tent. Cijfers. En dan zul je zien dat je straks een wilde beweging krijgt. Even kijken hoe met die helicopter view, hoe dat eruit zag. Een 15. Nou, grosso modo heb je niet heel veel te zoeken met deze. Kijk. Dit is een beetje een bovenkantje. Dit is een bovenkant. Deze. En een onderkant. Kijk. Dit is ook wel interessant. Hè? Heb je dus een beweging van zeg maar 46 punten. De candle die hier is gevormd, gaat hier openen. Daalt helemaal, gaat naar beneden. Spot. Kijk, hier gaat hij van. Hier opent hij. Gaat omhoog, gaat naar beneden. Gaat helemaal naar beneden en gaat weer terug. Dus hij opening hoog. Slot laag. Met andere woorden, je hebt dus een negatieve candle. Dus een rode candle. Nou, dan hebben we dus een inside candle, deze. Want deze bar, die weet niet boven de high van deze candle uit te breken, ook niet onder de low. Nog niet, hè? En hier zie je dus dat de kopers in staat zijn geweest om de markt omhoog te drukken hier. Maar de verkopers zijn nu in staat om die helemaal terug te duwen. Dus dit is een negatieve candle op 15 minuten grafiek. We gaan nu meemaken. Even kijken. Zo. Ik zie ook iets flikkeren. Oh ja, dankjewel voor het delen van de link. Nou, ga ik even terug naar de 1 minuut. Pakken we deze. Nou, dan zie je dat er weinig is gebeurd. Nog steeds. In een marge. De cijfers die wel meevallen, denk ik, hier. Ze zijn wel in die training range. Blauwe pijl, kooppijl, die gaat weer weg. Grappig, hè, Aras? Deze candles die je hier ziet. Al die candles, die 30 candles, die zijn gevangen in 2 candles van deze. Dat is toch leuk, hoor? Dat is aardig, of niet? Dat is inderdaad vrij bijzonder te noemen, Jan-Robert. En nu zijn we deze candle bezig, de 15 minuten grafiek, is net een paar minuten bezig, nog ineens een minuut. Dan zien we dus dat een inside bar is. In een inside bar. Dit is een inside bar, omdat de high en low van deze candle in de
tussen de high en low zit hier. En we hebben ook de high en low voor zover hierin. Het is wel mooi dat je dus, als je hiernaar kijkt, als je deze hanteert, deze inside bar, als je daar doorheen breekt al, dan zie je dus zien dat hij ook een slinger naar beneden maakt. Ik denk dat we in actie moeten komen. Want de markt gaat nu, staat een beetje op breken. Make or break. Dan wil ik in ieder geval nog een order meegeven. Op een of andere manier wordt er nu geen... Oh ja, wordt er, even kijken. Nu krijgen we sell arrow. Waarop? Nee, ik zie het niet verschijnen, maar goed. We zitten nu erin. Met twee orders, denk ik. Ik ben benieuwd waar die sell arrow is gebleven. Nou, gaan meemaken. Nou, test weer die daily open. Dit is wel een bijzonder fenomeen, hè? Daily open. Zie je dat? Dat zijn, weet je wat die candles die hieraan vastkleven? Dat zijn kleefcandles, Aras. Dat is ook een begrip die we hebben geïntroduceerd in houten, volgens mij, hè? Kleefcandles. Dat klopt inderdaad, Jan Robert. Dat kunnen we ook, meegeven, zeg maar. Nou, dat kun je in je tas steken. Nou, je ziet dus dat daily open wordt getest. Sentiment is nog wel 2 seconden. Het is wel bijzonder dat deze dan een beetje aan het constateren is. Even kijken. Ja. Nou, ga dan niet van harte. Het is een heel ander aanblik op de 1 minuut of de 5 minuten. Dan kun je ook de 5 minuten pakken. 5 minuten is ook op zich oranje, dus op zich is neergaande druk wel aanwezig. Maar het wil nog niet aanstampen. De stampertjes zijn nog niet aanwezig. Nou, wat je kan doen, haal ik in ieder geval eentje uit. Meestal deze eentje uit. Die andere, die laten we even lopen. Dan moet hij wel kleur bekennen snel. Nou dan. Kijk, nu komt er een candletje met een pijl. Zet die door of niet? Nou, geval is van, kijk, sell arrow weer. Een non-moving market. Is nog bezig met die candle. Ik zeg, weet je wat, dan haal je deze ook gewoon ja, strak. Nou, haal je deze gewoon strak. En je ziet dat die kleefcandles, die blijven steeds bij de daily open liggen. Dus dat is wel opvallend. We zijn bezig met een sell candle aan het vormen. Kijk, nu krijg je een bevestiging. Gaan we deze nog pakken. Ja, test die lows. 30 seconden. Even kijken, wat hebben we hier? 20 seconden. We hebben een low van 99,96. Dus als je hier afzet, dan moet je rond 96 zitten. Ik wil eigenlijk wel een break hebben van dit lijntje hier. Dat zou mooi zijn. Nou, gaan we weer. Krijgen we eindelijk loon naar werken. Gaat hij daar naartoe? Pakt hij. Test deze steun. Dat is ook al interessant. Deze. Als je daar doorheen zakt, dan kun je gewoon op zich wel meegeven. Dan heb je dus extra bevestiging. Als je aan de onderkant van die is, is wel een risicootje. Nou, alle trades zijn natuurlijk een risico. Dan zie je dat die dan net is aangetikt. In 7 en 8. Het is een hele andere sessie dan de vorige keer op een avond, hè? Dat de markt in één keer een bepaalde kant op ging, Aras. Ja, precies. Dus nu ranging market. Blijft hij toch wel in die range zitten, inderdaad. Ja.
Ja, totdat hij uitbreekt. Saldo is hier wel zwakt. Hij is zelfs onder deze loog gedoken. Dat is wel opvallend. Maar ik zie het niet terug in deze grafiek. Oh ja, deze natuurlijk. Deze. Nou, zijn er vragen op dit moment? Dus het lijkt allemaal duidelijk te zijn, Jan-Robert. Er zijn geen vragen. Nee. Nou, wie vindt dat op zich wel een leuk systeem op zich? Kun je daar ook mee experimenteren? Natuurlijk ook op de demo-account kun je experimenteren. Of een live-account met kleine lot sizes. Nou, ga je voor de tweede keer, derde keer gaat hij die steun opzoeken, zie je? Op zich heb je dan. Je hebt trouwens ook een leuke sessie gehad bij VV afgelopen vrijdag, klopt dat? Dat is een mooie wedstrijd. Hoe is het geworden? Ja, precies. Het was inderdaad een interessante en spannende wedstrijd. Het was 1-0 geworden. Voor VV, oké. Okay. Voor Ajax. Over 0-1, oké, okay, ja, dat is niet goed. Ja. En. Is er nog, zijn er nog doorgaan tot de kleine uurtjes of niet? Ja, ja het was wat dat betreft volle 90 minuten was volgespeeld en nog wat extra blessuretijd. En toen nog de derde helft meegepakt zeker of niet? Ja? Ja, dat is natuurlijk mooi. Ja, ik kon helaas niet, ik was verhinderd. Zo, kijk. Zie je dat die kleefkennels nu aan de onderzijde een beetje hangen? Zie je dat? Opvallend, hè? Dus de markt wil eigenlijk wel de zijwaarts naar beneden, maar het gaat allemaal niet van harte. We gaan het meemaken. Ja, dus wie vindt het op zich wel een interessante sessie tot dusver? Nou, als je ook even een eindoordeel mag vellen, dan mag ook 0 super slecht en 10 uitstekend. Mag natuurlijk ook. En wat er de meeste inzicht is geweest in deze sessie ook. Of van deze sessie. Dus ben ik natuurlijk ook zeer erkentelijk voor met inzichten. Met jullie delen. Een aantal weken gaan we weer een sessie doen. In de 16e. Ik zie al gelijk hele mooie cijfers, achters, negens en zelfs een 10. En zelfs een 10. Nou, er valt er weinig te verbeteren. Ja, de resultaten moeten we even verbeteren. Zie je, we moeten gewoon geluk hebben dat we afzeilen. Dankjewel. En zijn er nog wat inzichten bij deelnemers? Dus ja, hier heb ik iets aan gehad. Want daar doen we het natuurlijk ook voor. Ja, uiteraard zie ik ook leuke en positieve feedback terug. Ja, mooi. Even kijken, even afturven. Wie van jullie heeft het M2-systeem al? Ja. En als je mee werkt, vind je dat ook een interessant systeem? En nee, nog niet. En ook reden waarom nog niet eigenlijk. En ik ben ook, je kunt met mij via een call inplannen. En dat zal deze. Aangeven. Tot slot ga ik even deze ook in de chat zetten voor jullie. Als ik de chat kan vinden. Deze stuk voor Aras in. Kun je bij mij een call in plannen. En dan geef ik graag ook een persoonlijke demonstratie. Nou, kijk, we zijn nu een beetje aan afzeilen zoals je ziet. 12, 13 punten. 14 punten. Dan wil ik toch kijken of deze met een leuk vervolg kunnen afsluiten. Nou, je ziet ook een S1 hier, Support 1. Het zou best kunnen dat we daar naartoe gaan afzeilen. Hier, S1. 17, 18. Het is een momentumspel, je moet gewoon geduld hebben. Kijk. Nou, Hatzeflats, 20 punten. Bam.
21 punten. Hier, bam. 6-1 komt in zicht. Kan een steuntje zijn. 23, 22. Dan gaan we aftellen. 24 punten, 25 punten. 25 punten. 29, 30. Nou, rond de 30, dat is meestal ook het maximum wat je kunt behalen. Dus dan tik ik hem straks af als we daar die kant op gaan. Kijk, S1 wordt gechallenged nu. Nou, dan moet hij snel aantikken. Nou, 30 punten, 31. Als je geluk hebt, zakken we door. 31, 33. 33 punten. 32 punten. Ik vind het mooi geweest, want anders krijg ik van jou op mijn dak. Aras, mooi afsluiten toch nog. Jij mag het scherm overnemen. Geweldig. Nou, heb je toch uiteindelijk mooi 30 punten op die manier binnengehaald. Heel, heel mooi, netjes. Nou, wat dat betreft even kijken. Vragen, die hebben we ook inderdaad doorgenomen. Veel positieve feedback. En uiteraard ook, Bernard geeft ook aan dat het altijd waardevol is om ook uiteraard jou live te zien treden. Dus dat is ook inderdaad een mooie opmerking. Nou, hartstikke mooi. Dan neem ik bij deze nog even kort het beeld over ter afsluiting. Ja, dat is hem dan. Nou, Jan-Robert, in ieder geval hartstikke bedankt. Wederom een uiterst interessant webinar. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid bij dit webinar. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we altijd te bereiken middels onze gratis klantenservice telefoonnummer. Of een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXflat nog een prettige middag verder. En tot het volgende webinar. Tot ziens. Ja, tot het volgende webinar en tot de volgende keer. Dag Aris, dankjewel voor het hosten.